Oh, het is toch heerlijk om even door Actor te lopen, een nieuwe Actor, want het is zoveel mooier dan het vorige Actor. En ik zat er nog over na te denken waarom dit blokje zand hier zit. Maar ik zat ook nog even over na te denken om wat hout te gaan hakken, want ik heb echt even hout nodig. En ik neem deze even gelijk mee, want ik weet maar nooit wat er onderweg gebeurt. En oh, we hebben eten nodig. Pak ik gelijk even wat potato's. Wat aardappelen. Dat keer, weet ik veel, 13 pakken. Nee, dat is ongeluksgetal. 14. Dat is beter. Want ja, hoe meer, hoe beter. En dan gaan we lekker hakken, want ik heb nog wat meer nodig voor die muur, want dan moet daar ook nog gebeuren. Het ziet er wel nice uit, alleen de muur, het moet nog ietsje beter worden. En dit moet gerepareerd worden en de torens moeten nog iets verder gemaakt worden. De huisjes moeten van meer hout worden. En ja, daarom ga ik heel veel wat hout kappen. Want kijk, dit heeft mij heel veel hout gekost. En het is niet eens in onze stijl. Het is, ja, het is gewoon anders. Maar daar kunnen we hout hakken. Maar ik ga het lekker op de normale weg doen. Want ja, waarom eigenlijk ook niet? Want dit is de normale hout. En dan kunnen we ook beert halen. En beert vind ik eigenlijk een vrij mooi hout. Wacht ik. In deze. Want ik vertrouw erop. Oh, niet over de boomstronk heen struikelen. Waar is Beertje? Daar is Beertje. Oké, nice. Want Beertje is echt, ik vind dat zo mooi hout. Misschien vinden jullie dat niet. Daar is Beertje. Sorry, boeren. Hier is nog steeds Beertje. Nice. Maar kijk, ik hak dit omdat ik echt veel hout nodig heb. En beert vind ik echt mooi hout. En daarom hak ik dit hout. Want het is echt... Hé, hier is een boom geplant. Hoe kan dat? Even deze beertjeboom omhakken. What the fuck? Wat? Wie ben jij? Wie ben jij? Hoi. Ga weg. Wie ben jij? Hé, rustig aan hè. Rustig aan. Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Je ziet eruit als een Actor. Ik ben een Actor. Maar, hoe weet je van Actor? En wie ben je? Dat is mij verteld toen ik was geboren, dat ik een Actor was. Ben jij een van mijn... Super cool, jij bent dus een van mijn... Jij kende mijn vader dus. Hoe heette die? Oh, laat maar, je kent hem toch niet. Ik had je graag willen vragen hoe mijn vader nou precies is doodgaan hier. Dus je twee deur. Ik vind dat het zo vies om aan te raken. Dus het is wel een mooi huis toch? Ja hoor. Maar je ziet eruit als een echte Actor, dus. En je bent ook een echte Actor, maar. Ja, jij hebt dus niet echt. Zal ik je helpen? Je kan beter dit onderaan doen, want dat is wat beter, want dan brandt langer. En dat is beter, dan krijg je meer van dat vlees. Maar zal ik je heel veel Actor laten zien, want ik vertrouw jou wel. Want jij bent, ja, want jij lijkt mij echt, jij bent een Actor. En dat is gewoon, nou, want ik heb hier nog nooit een andere Actor gezien. Maar jij hebt een kroon op, waarom heb jij een kroon op en ik niet? Omdat mijn vader, die was dus de koning van het vorige Actor. Alleen, jullie zijn toen allemaal weggevlucht op een of andere rare reden. Ik weet ook niet waarom. Maar, ja, en... Ja, ik weet ook niet hoe je daar komt. Maar... Ja, ik heb geen idee. Heb je honger misschien? Nou, ik heb nu net zelf twee gebakken biefstuk. Oh, oké. Okay. Ik Maar hoe kom je aan al die mooie glimmende spullen? Dat kan je in de grond vinden en dat kan je gewoon vinden hier. Op je rol. Kunnen we slapen als we dat willen. Wat is dat? Dan allemaal dat grote ding en die straal, wat is dat? Oh, dat is dus een nieuwe Actor en ja, daar. Oh. Dit is kaktus. Ik liep tegen dit ding aan. Ja, dat is heel prikkelig. En als je de onderste kaktusblokje wegslaat, dan
gaat alles in één keer weg. En je kan ze niet naast elkaar zetten, want dan gaan ze stuk. Kijk maar, als je dit zandblokje dat je ze naast zet. Ja, zie je? Dat is wel grappig op zich. Ja. Maar volg me? Naar Hector? Ja. Oké, ik ga je volgen. Au. Kijk uit voor de kaktussen. Kijk, dat is de haven van Hector. Daar vaart daar, we hebben nog helaas geen genoeg wol om en genoeg hout om een schip te maken. En daarvoor zat ik hout te hakken. Hier, wol. Maar dat is er maar één en we hebben er echt super veel nodig. Ja, maar één is toch altijd meer dan niks. Ja, dat is waar. En hier is onze potato farm. Dus daar kun je aardappelen vandaan halen. En zo heel mag je er een paar pakken. Ze zijn toch allemaal uitgegroeid. En 2 aardappels. Nu heb ik er 6. Ja? Ja. Oké, super cool. Maar dit is dus Hector. Wauw. En dit is echt groot. Ja, ja. En kijk. Dit is mijn troon. En ja. Nu zit ik ook op jouw troon, maar het is natuurlijk jouw troon, dus ik ga op dit bankje zitten. Ja, dat is wel waar. Want hier staat de heilige aardappel op die ooit mijn vader heeft gevonden in een tombe. En die aan mij had gegeven toen ik net geboren was. En ja, dat wil ik gewoon zeggen. Heb jij nog speciale kwaliteiten die je mij wil vertellen? Vond je het huisje mooi wat ik had gebouwd? Nee, eigenlijk niet. Nou, oké, dan kan ik niet bouwen. Ik had een keer, vroeger toen ik klein was, had ik een pijl en boog. En daar kon ik wel heel mooi mee schieten. Ja. Oké, dus. Nice. Ik heb volgens mij nog een pijl en boog. En dan kan jij leren schieten. En dan, want het is nu toch nacht. En dan... Nee. Dan kunnen we... Oh. Dan kunnen we jagen op de zombies. Die dan naar ons toe komen. Wacht, ik geef jou nog een broek. Dit is echt een hele goede broek. Die is beter dan... Diamant. Wow. Dat vind je heel weinig in... dat is, kan je ook in de grond vinden. Maar dat vind je heel weinig. En daarom wou ik het je geven. En niet op mij schiet graag. Volgende, dan gaan we naar buiten de stadspoorten. Oké. Want meestal zijn hier zombies. Ja, kijk, daar is de eerste. Dit groene ding hier, dat is een creeper. Goed zo, hé, je schoot gelijk raak.